Hey Frans, hol zich nog even de laatste snier van het veld af. Wat schuift dat? Oké, take 2, slechte woordgrappen. Hey Frans, vorige week in de boekschuiver. Vandaag in de snierschuiver. Met op de achtergrond een knalgroen grasveldje van Covebo Stadion De Kool zijn wij niet alleen klaar voor Fly met de Koning, maar is het stadion ook klaar voor de wedstrijd tegen Vitesse. Dit is Fly met de Koning. Nou, trainer, we houden ons graag aan de beloftes. Als er een punt of meer gehaald wordt, dan komt Funs met Fly aan. Dus kijk eens wat hij bij zich heeft. Ja, Lucas, hou jij dit even vast? Ik doe voor een stek. We hebben twee. Welke wil je trainen? We hebben rijsten met slagroom. En dit is appelcitroen, ook lekker hoor. Ik heb moeilijk kiezen, jongens. Nou, ja, die is voor jou. Alsjeblieft. Trainer, 3 punten tegen Enschede. Achteraf fantastisch, vooraf onverwacht. Als we eerlijk zijn. Als je uit naar Twente gaat, weet je, dan heb je, we weten hoe de thuiswedstrijd was, we weten ook hoe ze speelden. Hè. Maar oké, daar staat tegenover dat we daar wel heel volwassen mee om zijn gegaan. Ja. En uiteindelijk op basis van het laatste half uur, lekker jongens, dat we op het laatste half uur hebben we gewoon, namen we het ook het spel aan een gedeelte over. Ja. En dat is mooi om te zien. En dat je ook dan met 3 punten naar huis gaat, jongens, fantastisch. Nu tegen Vitesse, het zijn zware weken. Het volgt elkaar allemaal op. Ja. Iedereen aan boord? Zo goed als. Alleen volgens mij, ja, Tristan natuurlijk heel ongelukkig uitgevallen. Ja, Tristan Dekker uitgevallen tegen Twente met een hamstring. Dus, pak zo gelukkig een tijd vet. Die was weer, en dat lost elkaar dan weer af. Maar weet je, het liefst hebben we ze allemaal aan boord. Ja, snap ik. Maar ja, die dingen gebeuren onderweg. Ik vind het alleen hartstikke sneu voor Tris, hè? Want je had een hartstikke goede superperiode. Lekker ook ingevuld. Maar dat geldt ook voor heel veel jongens. Dus nou, nagenoeg iedereen werd het klaar. We hebben weer keus. Wat verwacht je? Ah, weet je, Vitesse. Ze staan niet voor niks bijna eerst. Ze staan tweede. Ze hebben volgens mij 13 goals tegen. Wij zijn ongeslagen en zij hebben nog alleen maar gewonnen. Daarom, dus het is wel een mooie strijd. En een mooie uitdaging weer met elkaar. Mooie strijd, mooie uitdaging. Dat zijn mooie woorden. Wat ook een mooie uitdaging is, ik ga daar eens even kijken hoe de trainer van onze 2 stukken kunnen werken. 1 stuk gaat sowieso voor de lunch gebeuren. Dus dat is wel lekker, jongens. Proost. Trouwens. Hey, maar wat een lekker week. Het is een lekker jaar tot nu toe, 2021. Het is een lekker jaar. Onvoorstelbaar, Lucas, dat je hier ook weer 3 punten pakt. Nee, het kan gewoon. Twente is gewoon een goede ploeg. En je wint daar dus gewoon met een wereldgoal. En ik gun het hem ook echt, hè. Ja. Zoals de Duits zeggen, Tor Ino Hunten. Ja. Ongelooflijk lekker hoor, de eerste. Die schiet hij in principe prima in. Maar iets te veel veiligheid, want dat zag hij later ook in het interview. Ik wilde een persie tussen de palen. Nou ja, goed, drommelkeurig reddingje. En die tweede, dat was iets meer van... Ja, die zat er goed in. Maar ik heb het woordenboek even erbij gepakt. En onder S gaan zoeken op steekpaas. Ja, verdomme, Ivan Massage. Hallo. Past perfect, ja, perfect. Loopactie van Pacho was goed. Allemaal goed. Perfecte aanval was het. En dan 3 punten, Lucas. En belangrijke punten. Hè. De resultaten van de concurrenten, dat helpt dan ook mee. Super. Gelijke spelen waar we gelijke spelen nodig hadden. Verliespartijen waar we verliespartijen nodig hadden. Je hebt dat gat naar die onderste plaatsen geslagen. Jacco Makers heeft even pauze gehad, dus die heeft alles weer op kunnen laden. Die heeft de munitie weer links en rechts in de test kunnen duwen, dus die kan weer vol gaan schieten. Is NEC, hè? Ik vind NEC vind ik een leuk clubje. Ja. Prachtig stadion vind ik het, dat daar zo ligt in die bossen. Ja, mooi, de bloedkuul, de goffert eigenlijk. Voor de mensen. Maar het is wel een ploeg die natuurlijk, of een club die ver weg is gezakt, die in de Super League ook niet meer in, of Super League Keukenkampioen Divisie ook niet meer echt meedoet in de top. Maar het blijft een linker ploeg, schakelt Fortuna Sittard er natuurlijk uit. Dus daar hebben we best nog wel een zware dobber aan. Maar ik denk, geen ongunstige loting. Ja, kans, klaar. We hebben absoluut kans. Alleen zonde, hè? Dat hebben we altijd, zeggen we dan. Normaal hebben we het over onze jaarlijkse bekerwedstrijd. We gaan er dit seizoen waarschijnlijk geen 1 thuis spelen. Hè? Want je moet volgende wedstrijd, mocht je die halen, ook al uit. Dan moet je tegen de winnaar van Heerenveen Feyenoord of Vitesse Excelsior weer uit. Ja, Lucas, er is toch geen publiek bij, dus ik moet toch op televisie wij kijken. Wij dus ook niet. Ja, nee, jammer, dus, hè? We in de halve finale, mogen we niet mee. NEC, van Nijmegen naar Arnhem, dat is een paar kilometer, zal het fijn zijn, 15 kilometer, maar grote rivaliteit. Ja, 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 ja,
Maar onze tegenstander ook. En het is een goede ploeg. We hoorden de trainer net al zeggen. Super lekker. Ja, tweede in de Eredivisie. En ja, die Bazoer, die Tanane. Maar niet alleen lekkere spelers, maar hun speelstijl is ook lekker. Hè? Vol gas. Ja. Weet je wat ik eigenlijk jammer vind? Dat Brian Linssen daar niet meer rondloopt. Want die paste daar toch goed, hoor. Hij was daar het mannetje. Ja, letterlijk en figuurlijk. Heerlijk, heerlijk. Minder als dat hij nu bij Feyenoord is. Ja, maar goed. Vitesse dus met Darvalou die er links en rechts een paar in heeft gelegd. En het mooie aan die Darvalou is, die kon daar eventjes helemaal geen houtje van. Nee. Die is helemaal opgebloeid. Hier. Op dit veld in de koel. Hier maakt hij een paar wereldgoals. Ja. En sindsdien is hij weer on fire, ook bij Vitesse. Bij Fortuna Sittard maken we even stiekem al een stapje verder. Want dat is de wedstrijd daarna. Weet je dat Fortuna Sittard hier op 29 februari 2020, het is bijna een jaar geleden, dat we hier nog wel met z'n allen naar het voetballen mochten kijken. Dat is lang geleden, Lucas. 29 februari is de laatste dat we hier met z'n allen stonden. Bijna een jaar geleden. Bijna een jaar geleden. Ik mis het. Ja, ik ook. Ach, weet je wat ik ook mis? Dat we hem weer in actie gaan zien dan. Ja, Roelie natuurlijk. Het vlindermets van de Vinkenhof. Roelie Jansen. Weet je, ik vind Roel gewoon een hele fijne vent. Lekker down to earth. Gewoon een echte Venlose jong. Ik had hem graag ook nog in Venlo gezien. Ik ook. Prima speler. Hey, en die komt hier. En jammer dat wij er niet zijn. Want die was hier met applaus ontvangen. Absoluut. En ik gun Roel alles. Behalve de 3 punten tegen VVV. Deze twee wedstrijden niet goed. Maar de wedstrijd van Fortuna is nog ver weg. Is het gifgroen op het knalgroene veld hier van Covebo Stadion de Koel? Kunnen we gaan wachten op de wedstrijd tegen Vitesse? Geel-zwart tegen geel-zwart. En ik hoop toch dat geel-zwart wint. VV Vitesse, woensdagavond. Lekker man.